Ja, we zijn met de ploeg nu al een dikke week ben weer. En ja, trainingen erin eigenlijk vlot. Dus, nou ja, nee, ik voel me goed. Dus, van het eerst van het eerst is de conditie gewoon goed. Dus ja, het begint eigenlijk krijg weer. Dus rustig opbouwen. En nou ja, we zullen wel waar het uitkomt. Het is nou heel Belgisch, en heel Nederlands. Ja, Belgische en Nederlandse mentaliteit verschillen toch wel een beetje wat van de ander. Nederlanders zijn eigenlijk wat directer en Belgen die proberen hier eerst wat mijn slager om heen te draaien, zeg maar. En, maar er is niks verkeerd zo. Het rent gewoon eigenlijk goed. Tenminste de renners onder de ander. En, het is in principe het beste van twee ploegen is oorblijven. Dus het beste van uw kant en het beste van hun kant. En nou ja, kleer, het betere meestal qua personeel is als ik al hier kwam. En nou ja, kleer, dat natuurlijk, het niveau van de ploeg is wel echt omhoog gegaan. En ja, ik denk uiteindelijk wel dat het wel een goede match is. Ik bedoel, onder de wedstrijden en dat soort dingen, ik bedoel, dan maakt het net uit wat voor vlag je had hier achter zijn namen staan had. Ik bedoel, dat is onzin natuurlijk. En, nou ja, en daar draait het gewoon in het fietsen om. De sfeer moet gewoon goed zijn, maar het draait uiteindelijk om een keiharde uitslagen op het einde van de rit. Dus ja, daar geven we van. Dus eigenlijk, ja, juist die eigenlijk krachttraining rond het omslagpunt. Dus dat is eigenlijk wel redelijk zwaar. Dus dat is maar. Dus dan probeer ik zo'n twee kwartier een uur omslagpunt erin. En maar gewoon krachtblokken erin. Dat is, dus dan ben je uiteindelijk best wel redelijk leeg erin. En ja, daar ben ik gewoon goede trainingen zeg maar, om die verder te helpen. Het is min of meer eigenlijk alleen nog maar de basis van het eerste van het variëren, is het, zeg maar. Ja, duurtrainingen, ja, blokkentrainingen, hè. De basis gewoon zo breed mogelijk meisjes, zeg maar. En ja, daar kun je dan uiteindelijk in het variëren en in de simmer de vruchten van plukken. Dus, nou ja, dat is goed. Het is hier knap waar. Het is aardig beter dan thuis. Dus dat vaardiel hebben we hier. Dus, nou ja, het gaat best. Als ik geen simmer in had, dan is de grap ouder. Dus nee, ik had zolang het goed, het had mij van alles uit te steken. Zolang het nog goed makkelijk en goed erin op de fiets, dan haast ik nog 10. En nou ja, klein, die hield ook zo mee. Ik bedoel, als je die hardbijt net met dorst, dan kan ik je niet slagen. Maar dit, dus het ging het alle keer van de ander houden. Dus zolang het allebei nog goed gaat, dan mag dat hopelijk goed komen. Ik zie eigenlijk gewoon van hier tot hier. Dus eerst dit hier en dan als je van het simmer zo eens een keer.